Okay. Maar dat is met, volgens mij is dat met erwten. Ja, eigenlijk op een roti bakplaat, maar ja, die hebben we niet, dus gewoon in de pan. Ja. Maar ik weet niet hoe het moet, dus ik moet ze even googlen. Ik heb thuis wel eens gedaan, maar dan was het gewoon deeg, gewoon bloem. Ja. Weet je, gewoon ja, een soort van brood, plat brood. Dat is het eigenlijk ook. Ja. Alleen anders. Ik moet even googlen. Dat ga ik vandaag doen. En of course, ik ga draaien. Like every day. En misschien nog een paar kistjes maken. Wat lach je? Kies. Heb je al eens een kistje gemaakt? Natuurlijk. Ja. Natuurlijk. Toen met Jens. De hele dag lekker gezellig gezeten. Nou ja. Jensie. Ja, ja, mooie vent. Ja. Irritant best ventje. Het gezwel. Nou, dat hij dat zei. Het gezwel van Utopia. Kan je niet maken, man. Toen dacht ik echt, wat zeg jij? Dat het uit jouw strot kan komen, überhaupt. Ja. Als het ging met een gezwel, is het uit, hoor. Nou. Ik ben benieuwd, man. Wanneer ben ik weer gaan staan? Volgende week. Ik hoop het. Dinsdag gaat er weer iemand weg. Maandag gaan we weer stemmen. Denk ik. Jordi komt vanmorgen naar me toe. Dat is heel. Misschien leuk nieuws voor je. Jesse was naar me toe gekomen. Nou, wat zou jij doen? Dylan of Milena? Wie zei dat? Jesse tegen hem? Ja. Ik heb een gevoel dat Jesse ook aan het fucken is gewoon. Ja, hij zou goed kunnen. Maar gisteren komt Jesse naar mij toe. Hij zei, jij ziet er echt uit alsof je naar je zin hebt. Ik zeg, gast, ben je serieus? Moet je bril kopen. Hmm. Hij zei ook tegen me van, ja, het is eigenlijk gewoon een soort uitstel van executie. Dus nou, executeer me dan. Maar moet je nagaan dat hij dat durft te zeggen, überhaupt? Ja. Uitstel van executie. Want ik zei het gisteren ook tegen Chris. Ik zeg van, dit hele ding kan ik gewoon helemaal uittekenen. Alleen de volgorde zal misschien een beetje anders zijn. Tuurlijk. Tuurlijk. Zijn ze ervan overtuigd dat het niet het geval is? Nou, tuurlijk wel. Newsflash, tuurlijk wel. Want wij zijn allemaal individuen en dat is een klik. Brennan staat alleen. Shelly staat alleen. Jij staat alleen, want je is zero fucks given. Milena staat alleen, want bij haar ook zero fucks given. Ik sta alleen, want ik sta gewoon alleen. Jordi staat ook alleen. En dan hebben we het groepje gehad. Volgens mij, of vergeet ik iemand? Nou ja. Dus ja, inderdaad, uitstel van executie. De volgende week is of de week erop, maar ik flikker uit. Lelijk, man. Ik wil gewoon dat Brent wint. Ik ook, maar hij gaat geen spelletje spelen. Nee. Te oneerlijk, man. Ja. Gisteren toen we bij de PC zaten, ik weet niet of je erbij zat. Jordi en Show. Dat is mij niet. Ja, we moeten het zo doen, en zo doen.
En toen dacht ik, ja, misschien ga ik wel meedoen. Zitten we in de caravan. Ik zei, nee, ik ga niet meer meedoen. Fuck dat. Ik ga gewoon lekker op gevoel stemmen. Wie ik vind dat er naar huis kan, kan naar huis. Ik ga geen tactisch dingetje maken. Geen zin in, man. Ja, weet je, bij mij ligt het wel een beetje anders. Want degene... Ik mag hun ook gewoon niet. Ze liggen niet in mijn straatje. En ik ook niet bij hun. Dus dat scheelt. Dus ik hoef niet eens tactisch te doen. Dat is niet nodig. Waar fiets je eigenlijk heen? Calcutta. Calcutta? Ja, India. Oh, leuk. Ik ben heel mooi om een keer naartoe te gaan. Ja? Gewoon te kunnen zeggen, ik ben in Calcutta geweest. Gefietst? Ja. Nee joh, ik fiets naar Delft. Nee, wijfie. Ja, ja. Ja, ik zat gisteren op de kalender te kijken met Milena. Op de computer. Ik zeg, dan moet ik thuis zijn. En dan moet ik zeker thuis zijn. Wanneer is dat? Weekend van 20 november. Is mijn broer jarig. En is een heel dik feest in de Maasilo. En 9 december is mijn verjaardag. No way in hell dat je hier bent. Dat ik hier mijn verjaardag ga vieren. Denk het niet. Ga er maar vanuit van niet. Nee, dat weet ik wel zeker. Maar stel je voor, hè. Dan ben jij naar huis. Is Jordi naar huis? Is Milena naar huis? Is Brenda naar huis? Zit ik hier met kutjes? Dag. Dat zou ik echt vreselijk vinden. Ja, dan zit je echt met... Dan ben je het guppie in een bak met haaien. Dan blijf ik de hele dag op mijn bed stinken. Hey, ik ben jarig. Yo, motherfuckers. Ik kom eruit om te vreten en de rest zoek ik maar uit. Toch denk ik dat er nog iets gaat komen. Ja, ik hoop het. Kan niet anders. Beetje spanning, beetje sensatie. Ja, want dit is saai, man. Ja. Kan niet anders. Kan echt niet anders. Ik geloof niet dat het allemaal zo in kannen en kruiken zo... Pst. Kan niet. Katie, wijfie. Hij schat. Ze kijkt echt zo. Huh? Katie. Nee, ik geloof niet dat het... kan niet. Onmogelijk. Weet je wat ik heel erg tof zou vinden, Deel? Nou? Als er een zwarte brief komt... en dat je die opent en dat erin staat... Beste lezer. Jij bent de uitverkorene. Jij mag iemand naar huis sturen. Je hebt een half uur de tijd om iemand te... Hé, dan ben ik in één keer beste friends met je, hoor. Nee, maar dan ga... Ja... Oh. Of ik zeg, gooi Milena eruit of gooi mij eruit, alsjeblieft. Dat ga ik dan denk ik niet doen, Deel. Waarschijnlijk zou ik best wel op jullie stemmen. Maar als ik zo'n brief krijg... dan ga ik jou niet eruit sturen, ben je gek. Dan stem ik liever op je. Echt, sorry. Can't do that. I know. Wie dan? G of J? Ik weet het nog niet. Ja. Als je me een beetje kent, dan weet je dat wel. Nee, weet je niet. Ik denk niet dat je het weet. Nee. Kate is zo'n lekker mormeltje. Ja. Katie! Af en toe dan kijkt ze denk ik zo op zo.
Moetje. Moetje steen. Ja, joh. Of dat je stemmen dubbel zijn. Dubbel meetellen. Nou, gooi ze wel op mij, toch? Oeh. Nee, maar met zulke jokers ga ik dat niet doen, man. Nee, dat vind ik dan veel te leuk om ermee te gaan spelen. Ja, sorry, dat kan ik. Nee.